Ja, Kai, vandaag een 2-3 nederlaag thuis tegen Telstra. Waar lag het vandaag aan? Ja, gewoon aan onszelf. Gewoon een hele slechte wedstrijd, een hele slechte eerste helft vooral. De tweede helft starten we wel redelijk, ook gelijk 2 goals, maar daarna zakken we gewoon weer helemaal terug. Dus jij je had het op je heup, hè? Vooral het begin van de tweede helft. Je denkt, er komt een versnelling erin, assistje? Ja, 2 goede acties denk ik, maar voor de rest van de wedstrijd was het ook niet best, zeg maar. Maar ik denk dat gewoon heel ons team vandaag echt ondermaats was. Ja, kijk, die nederlaag is dan vervelend, maar dan toch, je statistieken die krik je weer op. Je staat nu 1-1, assistje erbij. Hoe is afgelopen week voor jou gegaan? Best veel reacties, zeg maar. Heel veel mensen beginnen tegen me erover. Dat is natuurlijk ook wel logisch, maar zodra ik op het veld sta en hier ben, dan moet gewoon die knop om. Ja, want ik kan me eigenlijk voorstellen, je bent 19, nu ook weer voor mij zo'n kutjournalist die weer die vragen stelt over de interesse allemaal. Maar het liefst had jij, denk ik, toch wel morgen in het geel zwart gespeeld met NAC tegen Helmersport, toch? Ja, heel eerlijk gezegd wel. Ja. Heb ik ook al wel een paar keer uitgesproken. Ik denk dat het ook wel duidelijk is. Dus ja, ga ik niet over liegen. Hoe loopt het nu? Eindhoven heeft aangegeven, we willen 7 ton voor jou krijgen. Vind je jezelf 7 ton waard? Ik ben natuurlijk niet echt de persoon die daarover gaat. Maar als ik het zelf zo mag zeggen, vind ik van niet. Je vindt dat een beetje te hoog? Ik vind dat iets te hoog gegrepen, ja. Wat vind je jezelf wel waard? Ja, geen flauw idee. Echt moeilijk om te zeggen. Ik hoopte gewoon dat de clubs er op een mooi bedrag uitkwamen samen. Ja. Zodat Eindhoven er wat aan heeft. Zodat ik een mooie stap kan maken. Maar voor nu zit dat helaas niet in. Hoe ga je met de media-aandacht om die je nu krijgt? Er wordt heel veel over jou geschreven, heel veel over jou gezegd. Vandaag ook Fox Sports die je wilt interviewen. Hoe ga je als 19-jarige jongen mee om? Ik ben best wel rustig, denk ik. Dus... ik kan er wel prima mee omgaan. Ja. En ik kan me voorstellen, je zit in een groepsapp met vrienden. Ja. Die zullen ook wel regelmatig screenshots in een groepsapp gooien. Van die club heeft interesse, die club. Nee. Laat je wel lekker langs je heen gaan. Natuurlijk lees ik het wel, omdat ik natuurlijk alles van alle kanten krijg doorgestuurd. En overal het te horen krijg, zeg maar. Dus het gaat er wel veel over. Maar zoals ik al zei, op het veld moet dat gewoon aan de kant geschoven worden. In principe heb jij je keuze al van NAC gemaakt. Ja, dat heb ik al wel een tijdje geleden aangegeven. Maar als het er niet in zit, dan zit het er niet in. Wat denk je zelf? Zit het er nog in? Wordt moeilijk, maar moet je hier aan de club vragen. Ik weet er zelf niet heel veel over. Je lijkt er ook best wel teleurgesteld over. Nou, ik ben het er niet even nog teleurgesteld van de wedstrijd net. Maar ik had gewoon graag die stap gemaakt. Ja, zoals ik al zei.